U en jij bent op een welverdiende vakantie. En allereerst hoop ik dat u en jij uitbundig genieten van een paar dagen, een paar weken of misschien wel langer. Genieten van mensen om je heen, van prachtige natuur en van samen op vakantie zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen, kinderen, die het woord vakantie niet kennen. Eenvoudig omdat ze in armoede leven en nooit op vakantie kunnen. Ik ben Jan van der Bos, ik ben directeur van Beter Uitreizen. En Beter Uitreizen heeft een hulpfonds. En met dat hulpfonds worden jaarlijks vele duizenden geholpen. We hebben prachtige projecten. En elke euro of elke bijdrage gaat voor 100% naar het goede doel. Er wordt niets ingehouden. En laat ik nou beginnen met een filmpje dat op mij, en als je het gezien hebt, diepe indruk maakt. En misschien schrik je even van de beelden. Maar het is zo mooi wat er gebeurt aan boord van Mercy Ships. Een schip dat vanuit een christelijke visie rond Afrika vaart. Met 700 vrijwilligers aan boord. En die mensen helpen die radeloos en reddeloos zijn. Zie het verhaal van Sambani. He was out there. This tumor was growing. It was so hard for him. And I had no knowledge of him. And suddenly, our paths of our lives cross. And you become aware of this person who's been there all that time. And it frustrates me that what could have been a very basic surgery became a very difficult surgery because he couldn't access the care that he needed. There's a significant chance that you will not survive this operation. In the morning, we took the tube out and he woke up and was giving us thumbs up, telling us he was okay. And then when he was awake enough, we showed him his face in the mirror. And I remember him taking his hand and reaching up to where the tumor used to be. It's like his hand stopped right here, like he didn't know how to put it past where the tumor was. And then eventually he realized he could keep going in. Every human being has the right to be treated as human. To have a place at the table of the human race. And when you have been deprived that seat, and it's offered to you again, you know, Sambani, have a seat. For him to be able to re-enter the human race, that's a fantastic thing. All these people doing their part makes it possible to do these kind of things together, and that interdependency is very easy to see in days like somebody's surgery. Ja, als je dit ziet, dan denk je wat geweldig. En het hulpfonds van Beter Uitreizen, waar u en jij door de collecte aan meehelpen, steunt dat prachtige werk van Mercy Ships. Maar er zijn veel meer goede doelen. We hebben een eigen project in Thailand, in het hoge noorden van Thailand, in Chiang Mai. Er is nog altijd veel kinderprostitutie in de wereld. De handel in mensen is het grootste bedrijvigheid ter wereld. En kinderen worden verhandeld. Verhandeld bijvoorbeeld in de prostitutie. En in Chiang Mai vangen we jonge meisjes op die in gevaar verkeren om in kinderprostitutie terecht te komen of dat zijn geweest. En heel mooi, we vangen ze 6 jaar op. Ze komen binnen als gebroken meisjes en gaan bij ons vandaan als ze een nieuwe toekomst hebben. Een nieuwe toekomst ook met een hoofdletter, want ze hebben Christus leren kennen. En dan ons mooie project in het hart van Keiro op de Mukatanberg. Daar waar de armsten van de armen leven, de Koptische christenen, die al zoveel jaren vervolgd en onderdrukt worden. Daar hebben we een school, daar hebben we een werk waar kinderen medisch geholpen worden. En je ziet soms de armsten van de armsten blij zijn met heel geringe dingen. En het is heerlijk als wij van onze overvloedmat mogen weggeven. Kijk naar deze foto. Samir is voor mij het beeld van lijdende kinderen. Hij werkt en woont met zijn ouders op een vuilnisbelt. En elke dag gaat hij met zijn broer en zusjes het vuilnis uitzoeken. En uit zijn mond en uit zijn ogen en uit zijn neus, net als bij zijn broertjes en zusjes, zijn vader en zijn moeder, kruipen de vliegen. Maar er is ook een blijdschap.
Kijk naar die prachtige ogen. En eigenlijk zijn dat de ogen van Jezus die aan ons vragen: wat heb je gedaan toen je in de gevangenis zat? Heb je me opgezocht? Toen ik geen kleding had, heb je mij gekleed? En toen ik geen eten had, heb je mij gevoed? En zo kunnen we heel velen over de hele wereld helpen. En ik doe een beroep op u en jou om te helpen dit mogelijk te maken. Namens hen die geen stem hebben, van harte bedankt. Namens het Hulpfonds van Beter Uitreizen.